Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en deze keer niet de intro vanuit de hotelkamer, maar vanuit een cosmetica winkel. En dit is een winkel waar Marion heel erg graag heen wilde. En ik weet dat er ook genoeg vrouwelijke kijkers zijn, dus dit is heel even een intro ook voor jullie. Als jullie ooit in Japan zijn dames, ga dan naar de Osaka Sales Ranking afdeling van Cosme. Dit is namelijk een afdeling, dan kom je dus hierin terecht in deze soort van koepel. En hier zie je dus allemaal producten op basis van sales. Dus niet op basis van hoe erg het wordt ingekocht op wat voor plek. Want jullie kennen denk ik allemaal het verhaaltje wel. Als je naar de supermarkt gaat, de duurste producten liggen altijd op middelmatige hoogte of op ooghoogte. Zodat als je in de winkel kijkt naar schappen, dan zie je die producten en die wil je dan als eerste kopen. Terwijl helemaal onderaan liggen vaak de goedkoopste producten. Nou, hier hebben ze dus een afdeling puur op basis van verkochte artikelen. En niet op basis van grootste advertenties, de grootste bedrijven of wat dan ook. Dus Marion die wilde hier heel graag heen, omdat je hier dus ziet staan sales ranking face mask. Dus dit is op basis van meest verkochte producten van face mask. Dit is nummer 1, nummer 2, nummer 3. Je hebt daar een serum, een emulsion, lotion, face wash, make-up remover. Dat is nummer 1. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. Nou, dat is toch ideaal. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik heb deze reis zoveel respect nog meer gekregen voor Myron. En überhaupt echt mijn petje af voor Myron, want hoe erg zij zich groot heeft gehouden deze hele reis en gewoon amper geklaagd heeft over dat ze het zwaar heeft of last van de rug of dat ze ja, gewoon zoveel stappen heeft gemaakt zoals Wouter, Misha en ik ook hebben gemaakt, vind ik het zo knap dat ze gewoon mee is gegaan met alles wat we hebben gedaan eigenlijk, terwijl ze gewoon 25 weken zwanger is. Ik heb er echt heel veel respect voor. Zelfs gisteren zijn we de hele dag zowat in een pretpark geweest en Myron die kon in geen één attractie en ze is gewoon meegegaan voor mij, voor ons. Dus ik vind het zo fijn dat Myron hier even lekker rond kan lopen en los kan gaan. En eventjes goed kan kijken naar alle producten. En heerlijk even haar momentje kan pakken van make-up. Dus we gaan vandaag ook sowieso nog naar de Don Quixote. De Mega Don Quixote. Want dat is namelijk een winkel. Een soort van AC Tion van Nederland. Met ook allemaal make-up producten. Dus je hebt al aardig weer wat in je handen. Kom, zal ik het vasthouden? Vier dingetjes. Vier dingetjes. Ja, en ik heb eigenlijk nog twee die ik zoek. Oké. Okay, let's go. Wat zoek je? Laat me je helpen. Deze Best Overnight Mask. Oké, okay, van Ihara. Ihara. En? Ik had een lip care. Oké, okay, lip care en? En overnight mask. Oké, okay, is goed. Ik ga even rondlopen, zie ik je zo weer. Als jij deze vraagt, is goed. Zou ik je een screenshot sturen? Ja, doe maar. Boom, schatje. Ik heb hem. Dat is hem hoor. Ja, je hebt een donkere en een lichtere. Maar ik denk dat ik gewoon voor die lichtere moet gaan. Donker is misschien te donker. Oh, wacht. Donker is misschien te donker. Maar hier kan je en licht is misschien te licht. Kijk, dit heeft een klein kleurtje. Maar ik durf toch niet om mijn lippen. Oh, wat is dit dan, schat? Je hebt hier gewoon een vendingmachine. Daar kan je gewoon je producten halen. Oh, ja. Hoe sick is dat? Zullen we daar iets uithalen? Ze maken van alles hier vendingmachines. Het is zo mooi om te zien. Oké, en zo eens even aan het inloggen. Wat gebeurt hier? Ik heb heel gratis productie. Oh, is dit echt gratis? Ja, gratis sample. Nice. Voor jou? Ja, schatje. Gratis voor jou productje. Productje fixen, hoor. Nice hoor. Oh, dan moet ik even kiezen welke ik wil. Zij toch jouw moment to shine, baby? Ja, ik heb wel veel gehaald, maar het is nooit de waarde van jouw Pokémon kaartjes. We gaan extra shine. Hoe nice is dit? Ik heb geen idee waar je op moet drukken, maar ze zijn ook zo lief, hè? Ja. Ze hebben gewoon alles doorgeklikt. Ik moet me straks afmelden van 3 nieuwsbrieven, geloof ik, maar het gaat goed komen. Oké. Okay. Oké, daar gaan we, schat. Ja, maar ik wil even kijken wat het allemaal is. En nu? Okay. Can you help me? Please. Choice. Ah, choice. Blue is sold out. Oké. Okay. Oh, blue is sold out. Oké. Okay. Maar we gaan even translate doen op het apparaat. Dan kan ze even zien welk product goed voor haar is. Oh, weet je wat? Doe jij maar gewoon eentje aanklikken. Ja. Ja, dan zien we wel wat het is. Maar ik vind het er mooi uitzien. Ik heb eigenlijk al alles wat ik wou hebben. Dus kijk maar gewoon wat jij denkt. Dit lijkt me wel wat voor jou. Mermaid skin. Sir, this one? Yes, one. Okay, yes. Okay. Please, this. Yeah. Ja, hij is aan het laden. Ah, nou ja zeg. Een gratis product, jongen. Wat? Kijk wat ik veel heb gefixt. Heel nice. Dit is voor mermaid skin, voor een zachte huid. Nou, dat is wel echt lief. I got you, babe. I got you. Gratis product. Dankjewel. Oké, geef me jouw telefoon. Doe ik er nog een. Nee. Arigato. Wow, so nice. Dit product gewoon gratis. Ja, dat is echt nice. Ja. Nou, ik hoop dat ik echt een mermaid skin krijg dan. Ik ben benieuwd.
Ik vind sowieso dat Mayon echt enorm aan het glowen is in haar zwangerschap. Ziet er echt prachtig uit. We hebben hier een mooi mandje vol met allemaal make-up artikelen. En Mayon die gaat er ook een aparte video van maken. Ik denk op haar TikTok eerlijk gezegd. Waarin ze gewoon alle producten die ze heeft gekocht hier in Japan gaat uitproberen. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk dan, we staan nu in een lift. Hey, wat? Een ijsbaan. Een ijsbaan? Serieus? Ja, een ijsbaan. Wat? Wow, dat was daar een ijsbaan, ja. Kunnen we toch nog schaatsen? Oké, er staat hier serieus 4 stapjes. En er staat dan, please wait here, social distancing. Sta je dus allemaal in een hoek. Ja. Hoe gek is dat? Allemaal met je rug naar elkaar toe en met je gezicht in de hoek. Ja, maar er staat ook heel vaak in de liften een bordje met geen telefoon in de lift. En er staat ook soms wel eens van, wees stil. Gewoon stil in de lift. Dus ja, zoek andere gewoontes. Hè. Serieus, elke dag eigenlijk hier tot nu toe komen we er weer achter dat je bepaalde soort van gedragsregels hebt. Waar je echt even aan moet wennen. Het is niet erg als je het een keertje verkeerd doet, want je weet het gewoon niet. Je komt gewoon van, zeg maar, de andere kant van de wereld. Ze hebben een hele andere cultuur, hele andere regels. Dat kan je niet allemaal van tevoren overal perfect inlezen. Ah, nu nog even heerlijk die schone lucht opsnuiven en lekker genieten en beseffen dat dit gewoon de ene laatste dag is, dames en heren. En morgen hebben we er eigenlijk niet zo heel erg veel aan die dag. Want morgen gaan we vroeg opstaan naar het vliegveld. Moeten we ongeveer 12 uur weer vliegen. Gaat weer heel erg apart worden met de jetlag en tijdsverschil en zo. Maar dit is dus wat Mayon net bedoelde. We stonden net daar in de lift, in dat gebouw. En dit is de ijsbaan die Mayon bedoelde. Voordat je op reis gaat naar zo'n prachtig ver land zoals Japan, dan heb je echt zoveel plannen en dan uiteindelijk gaat alles eigenlijk zo snel voorbij. Het Mario Karten in real life, zeg maar, dat wilden we ook nog heel graag gaan doen eigenlijk. Dat kon je doen in Tokio en in Osaka. Alleen we zijn er gewoon achter gekomen dat als je hier veel dingen wil doen, dan moet je echt van tevoren reserveren. Best wel veel dingetjes zaten al vol of waren moeilijk te boeken of moesten helemaal met een omweg. Gelukkig heeft Wouter daar een grote rol in gespeeld. Shoutout naar Wouter, die heeft echt vaak via hele omweg en zo heeft hij alles nog kunnen fixen, dus dat is echt nice. Maar wauw, ik zit hier gewoon nog eventjes, gewoon alles even te laten beseffen ofzo. Mayon die is nu heel even naar een winkel, ken het niet, maar Lulumon ofzo. Dus Mayon die wilde daar nog even kijken. Dus toen zei ik van, dan ga ik wel even hier buiten zitten, nog even gewoon alles in me opnemen van wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Ongelooflijk, wat super vet. Niet normaal. En ik vind het ook zo mooi dat ik het allemaal met jullie kan delen. En dat er zulke leuke reacties waren, dat jullie aan het meegenieten zijn van onze reis en dat we zoveel gekke dingen aan jullie laten zien, want ja, je komt zoveel bijzondere dingen hier tegen. Ja, dit is de ijsbaan, schatje. Is wel leuk, hè? Het scheelde niet veel, maar het komt nog wel, lieverd. Dat we in Nederland kunnen schaatsen. Ja. Ik hoop wel echt dat het nog in februari of maart ook een keer zo erg gaat vriezen. Ja, dat snap ik. Het zou wel echt mooi zijn. Ik mocht aan Mayon mocht ik helemaal geen schaatsfilmpjes laten zien. Niks van natuurijs. Ik mocht niks laten zien. Ze wilde er niks van weten. Nee. Kon wel huilen. Ik dacht, oh, dat was zo leuk geweest. Maar aan de andere kant, weet je wat ik ook dacht? Stel, we hebben het dit jaar niet. Volgend jaar kan de kleine, als het goed is, rond de winter al een beetje staan misschien. Maar als hij niet kan staan, dan kunnen we wel in zo'n sleetje achter ons. Ja, aan hoe leuk is dat? Ja, ongelooflijk. Zo leuk. Dat deed mijn vader ook altijd. Dan had hij zo'n sleetje, dan zaten wij erop en dan ging hij gewoon schaatsen. En dan konden wij zo erachter zitten. Ja, dat is echt te lief. Dat is super schattig. Nee, dat natuurijs, dat gaat echt nog wel goed komen. Maar ja, je kan je voorstellen, Mayon die altijd gewoon natuurijs daarvan droomt, was dit wel echt even een slechte timing. Ondanks dat we natuurlijk in het prachtige Japan zijn en hier echt de gekste dingen meemaken. We hebben niks te klagen. Zeker weten niet. Het was gewoon even zuur om te zien. Ik heb trouwens nog wel een heel erg mooi filmpje gekregen van Bas die op het huis past. Shoutout naar Bas. Check even naar dit filmpje. Echt te bizar hoe ontzettend mooi het huis en de tuin is. Want wij hebben nog nooit het huis en de tuin gezien met sneeuw. Maar check wat Bas ons stuurde. Echt bizar. Oké, ben je klaar voor het ultieme sprookje in je achtertuin? Kijk hoe hard het sneeuwt hier. Zo nice. Kijk dan. Maar dat gaan we dus waarschijnlijk wel zien. Want het sneeuwt vandaag en morgen ook nog volgens mij in Nederland. En wij zijn morgen einde van de dag weer terug. Dus het gaat niet dooien in die tijd. Nee, het zou super mooi zijn als we thuis komen en alles is helemaal wit. Ja. Dat zou echt heel nice zijn. Dus laten we het hopen. Fingers crossed. Ben je klaar voor de grootste hap van een appel ooit? Ja. Wereldrecord? Wereldrecord? Ja.
Zo! Jeetje, Mina, dat is toch niet normaal? Ja, maar die appel is ook echt een kanon, jongen. Ja, dit is echt bizar. Hij is wel heel lekker, hoor, deze appel. Echt ongelooflijk. Niet normaal. Het blijft wel een beetje lastig met eten. Ik had het net over manieren. Je ziet eigenlijk Japanners vrijwel nooit ergens op straat eten. Wij zitten hier nu op een trappetje waar niet veel mensen zijn, niet veel mensen langskomen. Dus dan vind ik het wel oké om hier te eten, zeg maar. Ze hebben een stukje fruit, niet uitgebreid of zo. Maar dat is wel echt een dingetje. Je hebt eigenlijk een soort van regel dat als je ergens iets gaat halen qua eten, dat je daar ook op eet. Tenzij je dus eigenlijk bij hele toeristische plekken bent, zoals het Nara Park of waar we in Tokio waren, dan eten wel weer meerdere mensen op straat, omdat je dan heel veel toeristen hebt, zeg maar. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen. Wij zijn zo anders van elkaar. Maar ja, om dan hier te zitten en even een stukje fruit te eten, moet wel kunnen, toch? Zeker weten. Fruit is ook goed voor je. Dames en heren, ik ga jullie laten zien. Dit is zo mooi. Ik loop sowieso al een hele tijd met een snelle jelle papiertje en een appel. Je kan het gewoon echt nergens weggooien, tenzij je dus ergens binnen bent om een koffietje te halen of te lunchen. Verder buiten nergens prullenbakken. Iedereen neemt het gewoon netjes mee. Maar check, we zagen Taco Bell, terwijl we eigenlijk ergens anders heen wilden. En toen dachten we van, hey, New York, Taco Bell. Dat was zo lekker. Dat was echt een vibe. Dus dit was echt een verrassing. Dus we dachten, laten we gewoon hier lekker lunchen. Ja. En toen zagen we in één keer deze ingang. Check dan. Ja, ze zijn niet gewend aan Hollanders. En dan gewoon dit knopje altijd weer. Ik vind het zo fijn. Yep. Nou, bukken. Zelfs ik moet bukken een beetje. Echt fijn. Check dit. Het is gewoon een soort van pannenkoekje of zo. Zo nice. Ja, is heel lekker. Lekker smikkelen zo in het handje. We zijn hier nog eventjes geweest in een voetbalwinkel. Het was echt een toffe winkel waar we eventjes wat goodies hebben gehaald. Dus dat gaan we later, als we in Nederland zijn, gaan we dat eventjes geven. Het is wel altijd wel leuk als je op vakantie bent. Ergens naartoe, maakt niet uit waar. Vind je het altijd wel leuk om eventjes iets te halen. En dan heb ik niet in mijn hoofd per se van ik moet wat voor die of die of die halen. Maar gewoon als ik wat tegenkom en ik denk, daar past het bij, dan neem ik dat gewoon voor diegene mee. Kijk naar nou wat Myron heeft gevonden bij de Zara hier. Ja, superleuk. Let's go, baby. Staat je goed, hoor. Boom, sexy lady. Weet je wat pas echt gaaf zou zijn om alles nog even goed in ons op te nemen? Om met een reuzenrad te gaan. Maar ja, dan moeten we nog wel even een reuzenrad zien te vinden die 106 meter hoog is. Dat zou wel echt een mooie lengte zijn. Stel, hij zou ook rood zijn. Dat zou ook wel dat zou wel vet zijn. Maar gewoon 106 meter hoog. Dat zou echt vet zijn. En dan een mooi uitzicht over Osaka. Oh, wat? What? Let's go, schatje. Daar gaan we in. Eigenlijk zei jij dat zo net tijdens het eten voor de grap van, wow, dat is ook nog wel vet reuzenrad. Ja, daar kunnen we ook nog wel in gaan, maar ik dacht dat jij dat niet zou willen. Ja, ik zei tegen mij, oké, let's go, laten we doen. Als ik dit zo zie, vind ik het wel weer echt doodeng. Kijk dan, die karretjes die hangen daar ook een beetje soort van los aan niks, zeg maar. Wij zijn bij je. Daarom. En ik heb even wat dingen opgezocht. Had hele goede recensies, dus dat is mooi. Geen angstaanjagende dingetjes of iets wat ik heb gelezen waarvan ik denk, oeh shit. Oei. En daarnaast, het duurt een kwartiertje in totaal. Dus een kwartiertje eventjes in de lucht, dan moeten we goed komen, toch? Dat kun jij. Maar 106 meter. Op het allerhoogste punt, hè? Ja. Daar zit je maar heel even. Dat is echt bizar, hè? Ik vind het heel mooi. Ja, moet goed komen. Je kan altijd naar beneden kijken. En ik dacht, het is ook wel leuk om dat natuurlijk even mee te maken samen met Wouter en Maisha. Dus we hebben de locatie gestuurd van de Ferris wheel. En dan gaan we daar meeten en dan gaan we met z'n allen even erin. Jeetje, Mina. Oh, dit is wel echt hoog, hè. Kijk dan. Zo, hé. Nou, daar gaan we, dames en heren. Met de lift omhoog. En dan maar eens even kijken of er een lange rij staat. Of dat we redelijk snel in het reuzenrad kunnen. Ik had eventjes online gekeken, maar je kon nergens reserveren. Je moet gewoon erheen gaan en dan hopen dat er plek is. Verdieping 8, daar gaan we. Dit ziet er wel weer allemaal mooi uit, hoor, dames en heren. Ferris wheel. Boom! Waiting time, maar er staat niks bij. Beter. Als dit de enige rij is, dan zijn we er zo doorheen. Ja. Dat zou echt top zijn. Tickets halen. Oké, laten we naar die machine gaan. Wouter en Maisha die wilden vandaag nog op zoek gaan naar allemaal Pokémon kaartjes. Die zijn lekker allemaal Pokémon winkels aan het afgaan. Marion en ik hadden zoiets van, het is mooi geweest met de Pokémon. We gaan gewoon nog even een paar andere winkeltjes in. Even een beetje rondloeren. Make-upjes gehaald voor Marion. En we zagen op TikTok dat er nog een mega Uniqlo was. En je hebt ook, los van de Uniqlo, heb je ook een zusterbedrijf. Goo heet dat. Of GU, ik weet niet hoe je het zegt. En die zit ook in dat gebouw. Dus daar willen we straks ook nog even zien. Dan kan Marion misschien nog wat mooie dingetjes scoren. Heb je 4 tickets? Ja, maar je kan niet bij Suka betalen, dat houden wij. Dus misschien kunnen we bij haar wel bij Suka betalen. Hallo. Can you pay with Suka?
So the only cash. Only cash? Oké. Okay. Arigato. Suica is dus de OV-chipkaart hier, zeg maar, in Japan. En daar hebben we nog wel een paar duizend yen op staan. En we dachten, dan kunnen we het nu mooi opmaken. Maar dat lukt helaas niet. We moeten serieus geld pinnen. Ja. Dat is best wel gek eigenlijk. Je kan daar gewoon niet met creditcard betalen. Nee. Of met welke pas dan ook. Het moet per se cash zijn. Dus we gaan weer terug naar B1. Daar heb je een geldautomaat. Gaan we even geld pinnen. We hebben hier bij deze geldautomaten eventjes gepind. En ze hebben hier zulke fijne knopjes. Bij elke pinautomaat hebben ze deze knopjes. Dus echt zo'n beetje zo'n oud toetsenbord. Zo super fijn. Kijk eens wat we gaan halen. Wat gaan we halen? Oh, lekker. Kan dat met die Suica-kaart? Dat hoop ik dus. Oh, dat zal wel nice zijn. Hé, hey, Wouter. Yo, zijn jullie geslaagd? Ik zie Pokémon tasje. Natuurlijk, we zijn altijd geslaagd met Pokémon. Nice. Hebben jullie weer een Pokémon kaart gekocht ook? Ja. Ja, Misha die probeert die set compleet te krijgen van die Japanse set. Ze mist één kaart. Echt? Dus jullie moeten nog op jacht naar eentje? Eentje, ja. Maar het is niet een zeldzame kaart. En dat is juist moeilijker. Want als ze zeldzaam zijn, staan ze in die vitrines. Ja. En als ze niet zeldzaam zijn, ja, dan heb je die hele grote dozen waar gewoon 500 van die dingen in zitten. En, dan moet je elke keer stuk voor stuk kijken. Ja, ja. Ja, maar je moet er wat voor over hebben. Dat is zeker waar. Dus jullie hebben lekker afgeslenterd. Ja, lekker rustig ontbeten. Even gewoon chill dagje. Nice. De hoogte in. Ja, we gaan 106 meter. Omhoog. Echt zo? Ja, ik heb deze keer even een woudsweetje opgegooid. Oh, nee. 106 meter, ja. De ride duurt 15 minuten. Oké. Dus voor Maisha en mij is het 15 minuten broekpoepen. Ja, zij zei ook, ze zijn ook weer naar het toilet. Dat is ook een universal. Was elke keer als we iets spannends gingen, dan gaan heel even. Even naar het toilet. Ja, een beetje. Ja, ik vind het ook super spannend hoor, maar ik weet zeker dat het echt prachtig is. Ja, maar ik kwam hier naar buiten, ik zag het staat gewoon op een gebouw. Ja. Ik dacht, het staat gewoon op de grond. Nee, dat vond ik dus ook gek. Het staat dus inderdaad al op de 9e verdieping. Wat zijn dit voor weetjes, man? Je bent mijn baan aan het overnemen. Ik weet het, sorry Wouter, maar ik moest me toch even gaan verdiepen. Kom kijken, kom! Oh, wordt het geperst? Ja, het lukt niet met Suica, maar ik heb er wel zin in. Kijk dan, wordt even vers geperst die? Smikkelen. Lekker hoor. Het lijkt een beetje mandarijntjes bijna. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, inderdaad. Ja. Dit zijn helemaal geen sinaasappels. Japanese mandarin. Oh, mandarin. Oh. Dus het zijn wel sinaasappel-mandarijntjes. Oké. Okay. Ik denk lekker. Als je een sinaasappel hebt en een mandarijntje is houden van elkaar, dan krijg je een. Dan krijg je dit. Ik ben heel erg benieuwd. Juicing, please wait. Ja, ik ben benieuwd. Maar is dit wel 100% koude sap? Dat denk ik niet. Ja, nee. Dit, die kast is koud, dat kan wel. Dat we kopen er wel mee. Ja. 100% koud. Ja, dan hebben ze vast een koelingselement. Ja. Oeh, spannend. Duurt daar komt hij aan. Kom maar hier. Wow, kijk dan hoe dat gaat. Oh. Kan ik hem nu pakken? Pak maar hoor. En één keer hak eraf. Wat, er zit helemaal gesield overheen. Ja. Dat voelt wel warm. Warm? Hoe hier is die rand. Ja, maar omdat het gesield is met zo'n warm ding. Ja. Maar dit voelt wel koud. 100% koud. Nou, geef mij dat water maar. Neem jij maar een slokje. Pas op dat je het niet in één keer de afscheurte laat vallen. Ja. Zo flats. Gewoon alleen decoratie. Oké, neem maar een lekker slokje hoor. Nou, het is echt een combinatie van sinaasappel en mandarijn. Ja, is lekker. Goeie toeje. Ik vind het heel lekker. Ik heb net wel een pepermuntje. Oeh, dus dat is meestal zelfs als tanden poetsen en dan eten. Precies. Hey! Is die goeie? Ja. Oké, daar gaan we. Nee, het is een mandarijnsinaasappel. Japanse mandarijnsinaasappel. Nee, het zit er gewoon tussen. Mooi hoor, ik vind het super lekker. Het is echt lekker, hè? Ja. Het is echt goeie. We kunnen gewoon delen hoor. Gewoon vers geperst. 100%. Wil je ook proeven? Wauw, het is echt super lekker. Ja, het is echt die combinatie mandarijn en ja, het is echt nice. Het is echt alsof we het aan het verkopen zijn. Ja, echt hè. Ja, ja. We gaan kijken voor zo'n apparaat thuis. Ja. Hoppa, nog meer? Yes. Oké, daar gaan we. Let's go, let's go. Ik ben nog nooit in zo'n ding geweest. Nee, ik ben nog nooit in de reuzenrad geweest. Nee, maar kijk hoe snel. We hebben geen eens tijd om na te denken. We kunnen niet stressen, man. Nee, we kunnen geen eens stressen, Marisha. Let's go. Oh, spannend. Komt goed, hè? Ja, komt goed. Wij gaan dit samen overwinnen. Ja, ik vind het ook helemaal niet leuk. Nee? Nou, uiteindelijk als we het gedaan hebben wel. Ja. En vooral als we terugkijken, dan denk je, wow, dat was vet. Maar nu denk ik, kijk hoe we komen. Ah, ik ben mijn Spider-Man onderbroek vergeten, man. Mijn schone onderbroek. En die kan je hier dan wel gebruiken. Ja. Oh my god. Oh. Gaan we omhoog? Hoppa. Daar gaan we. Arigato.
Zo, dicht en weg. Ja, ben je net... Zo, die zit dicht. Succes. You. Bye. Schijnt een van de mooiste uitzichten van Osaka te zijn. Heeft Enzo net gecheckt. Ja, die tekst van jou, man. Het is maar goed dat het laatste dag is, want ik heb echt een competitie gekregen. Ja, ik moet wel echt alles uitdoen, hoor, want ik heb het nu al echt bloedwarm. Oh. Bloedwarm. Schijt, je bent helemaal kapot, man. 106 meter hoogte. Yes. Maar ze zijn wel stabieler dan ik dacht. Ik dacht, we gaan echt zo'n beetje heen en weer wiegen. Maar ja, ik weet niet, ik zie daar een paar van die draden die afgebroken zijn. Oh. Wouter. Oh, ja, sorry. Nee, maar serieus, het is wel zo dat hij gaat wel één keer over de kop straks. Ja. Ik had ook gezien dat die 18 januari dicht gaat voor onderhoud. Dat is morgen. Dat is echt zo. Ja, maar je hebt ook van die stempeltjes. Dat is inderdaad morgen. Ja, dat is echt zo. Ik heb het gezien op de site. Van die stempeltjes en dat er een stempeltje miste. Die zijn echt verschrikkelijk. Ja, het is leuk dat jullie twee naast elkaar zitten. Ja, wij zitten hier zo te bibberen. Zo. Echt fijn. Wat gebeurt er als je opgaat? Niet doen. Ja, weet je wat het is? Niet doen. Niet doen. Weet je wat het is? Ik ga gewoon lekker comfortabel zitten zo. Kijk, we hebben hier een speakers. We kunnen karaoke doen. Hè? Hè? Bluetooth. Je kan Bluetooth. Oh, je kan een liedje doen. Let's go, baby. Geniaal. Probeer wel te connecten. Oh, ja. We gaan al hoog. Oké, weet je wat het is? Ik moet me er nu gewoon aan overgeven. Ja, nu kan je er ook niet meer uit. Ik kan ook niks meer doen. Als je naast mij wil zitten, handje vasthouden, moet je het ook zeggen. Ja, ik vind het wel echt serieus, zonder grap. Echt serieus, zonder grap. Ik vind het nu echt al niet meer leuk. Oh. Zo komt goed het. Hoor, schat. Ja, er zijn al zoveel mensen in geweest. Wauw. Wow. Volgens mij wordt het wel tof, hoor. Ja, lijp, hè, wat dat met me doet. Ik word helemaal nerveus van jou, man. Van mij? Ja, ik krijg helemaal zweet aan de veens. Kijk eens om je heen, schatje. Ja, kijk hoe mooi. Echt tof, hoor, hè. Zo hoog als een Osaka Castle ook, hoor. Ja, joh, dit kan jij makkelijk aan. Ja, dat was wel van steen. 15 minuten. Ja, maar straks als je helemaal boven bent, dan weet je gewoon vanaf nu ga je naar beneden. Je moet echt serieus. Wow, ja. Wat zei je? Nee, maar ja, je gaat nu naar boven. Nu denk je elke keer, jeetje, we gaan steeds hoger, we gaan steeds hoger. Maar als we naar beneden gaan, word ik pas weer rustig. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Ja, 6 minuutjes. Wauw, het ziet er wel echt leuk uit. Ik ga ook even genieten van het uitzicht. Ja, goed? Doe maar een muziekje aan. Ja, nee, serieus. Een beetje afleiding. Ik vind het echt kut. Een beetje afleiding. Waarom ben ik zo'n poepert? Maar wat vind je zo kut nu? Ja, dat ik dit gewoon weer doe. Dat je in zo'n wagentje zit of zo. Ja, dat ik als dit een lift was geweest, had je niet zo eigenlijk. Dat is echt zo dom, hè? Ja, maar jij stuurde een berichtje van zullen we hierin gaan? Ja, ik weet het. Ja, dat mijn idee was. Ik zei, oh, dat lijkt me ook wel leuk. Ik dacht, hij wil dat niet, maar hij zei meteen, oh ja, zullen we dat dan doen? Ja, omdat ik dacht, doe ik voor Myron. Ja, maar je doet het ook voor Myron. Ja. Ja. Fucking hell, morgen onderhoud. Dat ik gisteren niet in die ene was geweest. Rustig, niet te veel bewegen. Ja, het is echt niet normaal. Het lacht niet zo hard. Ik moet dit echt nooit meer doen, schat. Waarom niet? Oh, ik krijg straks ook lekker zonnetje als boven zijn. Oké, ik heb een liedje. Wat voor wil je? Oké, doe maar... M&M? I'm blue, I'm blue. Ja. Of dat ene, it's going down for real. Doe. Toch? Dat is je... Kijk, schat, hier hebben we weer zo'n grote dom quote. Wauw. Oké, daar zijn we ook net geweest. Ja? Gaaf. Voor de editor, hier komt wat muziek. Ja, we zijn bijna boven. Fuck yes. Yo, listen up. Here's a story. About a little guy that lives in the red wagon. And he is sick of the heights. And he don't know what to do with his wife. Because he's pregnant, yo. We are now on 106 meter. I don't know. I can't fly like Peter. Peter Pan is my favorite movie. That's something that you have to see. I love Pokemon, especially Pikachu. I know I can bless you like Hachu. I got skills and I can rap. The last time I did this, I did the dab. The sun is shining on my forehead. And I ate a burrito with Taco Bell wrap. Oké, fuck, nu ben ik klaar. Nou, kijk weer om je heen. Ja, dit is sick, Wouter. Oh, maar dit is zo'n moment dat ik wel denk, hou van jullie, man. Normaal niet, hoor, nu wel. Ja. Als we straks beneden zijn, is het weer over. Ja, dan denk je weer van, je bent echt sukkels. Nee, zonder gekkigheid. Hoe langer ik erin zit, hoe meer ik me comfortabel voel. We zitten wel precies verkeerd, eigenlijk. Nu zitten jullie met z'n tweeën daar. Ja, ik heb een fotootje. Niet bewegen, Wouter. Ik wil er naar jou, ik wil er echt even serieus. Ja, wel heel voorzichtig. Ja.
Zal ik via binnen gaan of via buiten? Oh, jullie zijn zo grappig. Go, go, go. Ga mij naar boven. Oké, wel echt rustig. Oh my god. Yo, Liz. Oh, we zijn bijna boven inderdaad. Oh, nee. Wat is er? Wacht. Gaat hij heen en weer? Oh my god. Nee, even serieus, ik zat daar zoveel fijner. Ja, dat is een fijn plek. Ja. Oh, ja, ik wil hem kapen zeker. Yo, listen up. Here's Enzo. He's shitting in his pants and it's brown. Oh man. Als ik dit later terugkijk, dan ben ik ook echt zo aan het denken. Wat is het voor sukkel? Mooi. Echt erg. Kijk hoe vet. Foto. Even schat, rustig, niet zo hard duwen. Jawel, dat gebeurt niet. Echt heel gaaf uitzicht. Oh, heel gaaf. Oh, ik weet niet waarom ik... Yo, vast onze zoon dit laten ziet. Ik wil even laten weten, ik ben totaal niet bang. Weet je, we zijn hier aan het chillen op 106 meter. Okay, is de video klaar? Oké. Okay. Nee, is geen video aan het maken, toch? Oh, een video hier? Nee. Ah, dat is ook schattig. Oh, ik wist niet dat ik zoveel spieren in mijn lichaam kon aanspannen. Ik span zelfs mijn anus aan. Oh. Nou, dat gedeelte had ik wel nodig. Oh nee, schat. Zo dichtbij. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Wow. Oh my god, kijk waar we zitten. Thank you. Jeetje, wat zijn we. Oké, we zijn nu precies op 106 meter. Echt een soort van één keer nooit meer. Ja, 100%. Gewoon... Zullen we dat afspreken? We doen het in Japan en dan is het klaar. Dat is klaar. Ik ga nooit meer in een ruisrad. Ruisrad. Ah, niet zo best. Ah, is echt niet normaal. Nou, het is wel een highlight van onze trip, hè? Bijna op het hoogste plekje. Een hoogste plek. Ik heb een... proberen. Wauw, wie? Ja, dat was het. Ja, leuk. Zo cute. Zijn jullie lief. Oké, nu chill ik hem. Ja? Bijna naar beneden. Bijna. Dames en heren, kijk eens eventjes. Wow. Oh, kijk dan. Dit is bizar. Osaka, wat was je mooi. Ja, echt hè. Daarom dacht ik ook, dit is een mooie afsluiter voor ons met z'n allen. Ja, om even gewoon bij elkaar te komen, zo van besef waar we zijn geweest, wat we hebben meegemaakt de afgelopen paar dagen. Ja, zo cool. Dat is niet normaal. We hebben wel echt Osaka echt goed uitgespeeld. Ja. Zeker. Zeker weten. Echt alles gedaan wat je hier kon doen. Oh my god, het is wel echt bizar. Heel nice. Ik denk dat we nu op het midden zijn. Nee. Dit is wel echt een mooie uitzicht. Ja, jeetje Mina, wat zijn jullie knap ook samen zo. Wauw, dit is gaaf. Willen jullie ook even hier zitten? Ja. Ik denk het wel. Ja, het is kom gaan we wisselen. Oh, rustig jongens, rustig. Eén voor één. Jumpen! Nee, maar... Oh, ja, maar. Domme konijntje, doe maar liever. Yes, you got this. Okay. What the world. Oh, de zon is net weg. Kijk nou hoe vet jongens, boven Osaka. Wat een uitzichtje. Vonden jullie dit waard? Ja. Ja, 100%. Ja. Jij ook? 600 yen, 4 euro per persoon of zo. Dat is niks, hè? Dat staat nergens. Nee, maar hoe doen ze daar dan ook het onderhoud van? Ja, denk ik, ja nee. Wauw, gelukkig zeg je het nu, hè? Zo. Was niet vervelend, hè? Ik zo in die ride. Nee, totaal niet. Oké. Kijk dan, maar kijk hoe dit erbij hangt. Damn. Snap je? Ja, ja, het was wel stabiel. Heel rustig, maar er is ook helemaal geen wind nu. Nee, dat is waar. Ja. Nee, dat moest er nog eens bij komen. Ja, want kijk hoe dit hangt. Kijk, weet je wat het gekke is? En dat speelt gewoon met mijn hoofd, serieus. Als ik dan daarboven zit op 100 meter hoogte, dan speelt het gewoon met mijn hoofd dat dit de onderkant is van zo'n karretje. En dat onderkant, dat die helemaal aan de zijkant zit zo naar beneden. Zo'n zieke drop, weet je wel? Dat speelt gewoon met mijn hoofd. Maar goed, dit was sick. Dit was echt vet. Ik heb genoten. En gelukkig Marion, Weesje en Wouter ook. Sorry voor mijn hysterisch gedrag, maar damn, ik voelde me echt zo niet chill op de weg omhoog. Nee, maar je hebt het gedaan. Hoe voelt dat dan nu? Ja, voelt super goed. Ja. Ik ben gewoon heel blij dat ik er weer ben. Ja, dankjewel man, dankjewel. Oké, daar gaan we. Dit is een soort van pop-up store wat je hier ziet. Dat is Tamlab of Tamlab. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Dan moet je kijken wat ze allemaal hebben. Kijk hoe vet dit eruit ziet. En mij lijkt deze wel heel erg lekker. Want ik denk dat dat aardbei is, rood. Maar check dan. Zo super nice. Je hebt allemaal mooie kleurtjes. Allemaal een soort van wolkjes of zo. Ik ben echt heel benieuwd. Wat is dit? Beweegt dit? Oh ja, zit wel wat in. What? Ziet er wel goed uit hoor. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Ik ook niet. Nou, daar gaan we achterkomen. Dat vind ik het leuke. Ja, het ziet er wel lekker uit ja. Het is gewoon bruisend water ook. Oh,
Dat is apart, alsof je echt gewoon een aardbei drinkt. Ja? Ja, maar geen aardbei drankje, maar gewoon alsof je echt een aardbei drinkt. Wow, dus het smaakt wel echt goed. Ja, het smaakt naar super goede pure aardbei. Wow. Dat doen ze wel weer leuk. Dat doen ze leuk, ja. En dan die nog even een happy? Oh, dat is koud. Ja. Is het ijs? Ja, een dessert. Ja? Lekker? Ja, ik ben verbaasd. Ik ben verrast. Nou, fijn. Nou, dit is echt wel een beloning na die reuze. Ja, dit is gewoon jouw tractatie. Zo, echt wel. Als je dit geweten had, dat je dit daarna zou krijgen. Oh, wat ik er wel twee rondjes in ga. Ja. Heerlijk. Nou, geniet ervan, schatje. Wil je even proeven? Ja. Ook een hapje? Ja, eerst deze. Dat is gek, hè? Het smaakt naar jam. Naar aardbeien jam. Maar pure? Pure aardbeien jam. Komt-ie. Tjoeke 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 tjoeke. Yeah. Dat is nice, hè? Ja. Lekker cakey. Lekker cakey, hè? Oké, dames en heren. We zijn nu in de grootste Uniqlo store van Osaka. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, trouwens. Maar hier gaan we nog even een beetje koekeloeren. En met we bedoel ik eigenlijk voornamelijk Myron. Ik heb hier... Ja, misschien, je weet me nooit. Als je wat tegenkomt, kan het leuk zijn. Maar de bedoeling is wel echt dat Myron even iets kan zoeken hier nog. Ik heb trouwens gevraagd om deze tas te dragen voor de mensen die kijken. Maar Myron wil hem niet afstaan. Misschien vindt ze deze backpacker look gewoon vet of zo. Het is niet zwaar. Er zit alleen maar een beetje... Wat zit erin eigenlijk? Ja, shirtjes van voetbal. Ja, maakt niet uit. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik het echt meerdere malen heb gevraagd, hoor. Het is niet zo dat ik Marvin laat lopen met de buik en dan die tas. Ik mag hem gewoon niet overnemen. Maar goed, we gaan hier nog even koekeloeren. Meerdere verdiepingen. Dus wie weet komt Marvin nog wel iets moois tegen. Kids and baby en maternity. 3F. Nice. Maternity, dat betekent dus voor zwangere vrouwen. Nee, hey, mijn tas zit klem. En dat heeft... Ik was er niet tussen. Nou, het zijn wel kleine roltrapjes altijd, hoor. Klopt. Hey, jullie ook hier? Hallo daar. Yo. Ja, het is echt bizar deze winkel. Hij is zo groot. We hebben bij meerdere winkels gevraagd of ze een maternity afdeling hebben. Dus zeg maar een zwangerschapskleding. Maar dat hebben ze niet altijd. Vaker niet dan wel. Dus het is wel heel fijn om te lezen dat ze hier daar een afdeling voor hebben. Dat is echt nice. Dus laten we even kijken of we wat moois kunnen vinden voor Myron. Kijk, hier heb je dan een afdeling voor allemaal zwangere vrouwenspulletjes. Dus hier heb je dan broeken of van die speciale leggings en zo. Dus Marvin die gaat zo'n legging meenemen. Ja, nice. De grijze, want de zwarte heeft er niet meer in L, volgens mij. Oh, no filming? Ah, oké. Okay. Sorry. Check jullie zo weer. Peace. Als je een motor ziet hier in Japan, zijn ze meestal wel vet. En zo vind ik deze Honda er ook wel echt dik uitzien, hoor. Met een vet geluid. Oh, waarom zo'n toeter? Oh, geen idee. Lekker geluidje wel. Dat is dus echt wel zeldzaam, hoor, toeters. Dat hoor je echt niet veel. Wij kunnen op twee handen tellen, denk ik, van hoeveel keer er is getoeterd. En dan in zo'n drukke stad, hè, met 14 miljoen mensen. Of tenminste, dat is Tokio, 14 miljoen mensen. Maar Osaka en Tokio, dat is niet veel. Zo, schatje, wat moois gehad? Legging. Een mooie legging. Ik ben benieuwd. Nou, weer gescoord. Maar die andere, die blazer, die moet je echt rocken, hoor. Maar die kan met deze legging, hè? Dat is weer een outfitje. Dit vind ik echt heel nice. We zijn terug in de hotelkamer, dames en heren. We hebben even wat spulletjes gedropt. Die grote tas laten we hier. En nu ga ik er vandoor. Maar Marvin die blijft helaas hier. Die gaat niet mee. Ik zie jou later weer, schatje. Ja, bij het avondeten. Zeker. Rust lekker uit. Komt goed. Chill hem eventjes. Ja. En dan zie ik jou later weer. Is goed. Oké. Okay. Dankjewel. En eet smakelijk. We gaan voor jou een stukje meenemen, ja? Ja. Oké, okay, bye bye. Bye bye. Doei doei. Doei, tot straks. Tot zo. Myron die pakt heel eventjes haar rust, gaat lekker chillen op de kamer. Wouter, Misha en ik die gaan wel nog eventjes op avontuur. Wij gaan namelijk nog eventjes naar Daimaru. Dat is een heel erg groot gebouw waar Wouter op min 1, geloof ik, op beneden 1, had hij een tentje gevonden waar je dus van die mega lekkere, zachte soort van cakeachtig iets kan halen. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. We gaan natuurlijk een stukje meenemen van Myron. Het is weer lekker druk, dames en heren, in het metrostation. Het is natuurlijk nu al een beetje begint spits te worden. 5 uur in de middag. Maar wat een vibe weer. Mooi station ook hier. Ik pas mooi bij deze metro, ken dat. Kijk hoe clean dit eruit ziet. Kijk, hier hebben we het weer, dames en heren. Daimaru. En dan de food hall. Daar gaan we. We lopen er tegenaan. Dit is perfect. Ik weet niet of dit de tent is die Wouter bedoelt. Bedoel je deze? Ja. Ja?
zeker. Zo, ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Ja, ik herken die chef. Maar dit is denk ik ook een soort van franchise of zo. Want je ziet ze op heel veel plekken. Maar hier waren ze ook met het belletje toen het vers was aan het drinken. Ja, want wat dus een beetje het ding is dat we weten nog steeds niet precies helemaal wat het is. Er zit waarschijnlijk wel heel veel soort van zacht ei in of zo. Alleen het is dus een soort van cake. En je kan dus kiezen of je het warm wilt. Ja, dat hij net klaar is. Ja, dat hij net klaar is. Kijk, dat bedoel ik. Dus die zijn nu allemaal klaar. Ja, en daarom staat iedereen er. Want toen het niet klaar was, was het helemaal leeg. En toen ging de bel. En toen was iedereen. Ja, let's go. Hier gaan we wat van halen hoor. Ziet er zo goed uit. Kijk, er gaan allemaal rozijnen in. Oh, dat vindt Marmen niet zo lekker. Oeh, dat moet ik wel even tegen haar zeggen dat er rozijnen in zitten. Maar dat is alleen op de onderkant zo te zien. En dan daar zie je gewoon die... Oh. We gaan zo'n hele meenemen, 100%. Je ziet het hier staan, dames en heren. Number one, let's go. Check eventjes, dames en heren. Let op als ze het neerzet hoe jiggly dat is. Oh, het gaat gewoon als een lekkere pudding heen en weer. Oh, yo. Oh, even lekker dat beslag roeren. Zo, lekker hoor. Hoppakee. Mooie handeling. Hier weer de voorbereiding voor de volgende cakes. Ja, het is echt vakmanschap. Hoe ze hem zo gewoon wappert. En... Ja, dit heeft ze al duizenden keren gedaan, denk ik. Het lijkt alsof het automatisch gaat. Ja, maar ze wappert gewoon met dat ding, zodat alles naar buiten gaat en dan doet ze hem erin. Dat is zo slim eigenlijk. Ja, die gaat wel wat aan je man. Ze komt met een hele nieuwe lading aanzetten. We waren echt net te laat voor die vorige batch. De allerlaatste ging weg voor ons. Voor onze neus werd die weggesnoept. Maar ik denk dat het alleen maar fijn is, want nu krijgen wij de nieuwste lading. Ik denk dat ze elk moment dat belletje, ja. Ja, dit is onze bel. Deze is voor ons. Dit is onze bel. Dankjewel. Lekker hoor. Vers van de pers. Onze verwachtingen van deze zijn echt super hoog. Dus please, laat het zo lekker zijn, alsjeblieft. Oh, verser dan dit gaat het echt niet worden hoor, dames en heren. Wordt nu in het doosje geschoven. Zo. Vorkjes, mesjes erbij. Perfect. Oeh. Arigato. Zo, wow. We secured the bag. Yeah. Nu is alleen nog de vraag waar in hemelsnaam gaan we dit opeten. Want je hebt hier nergens plekjes waar je kan zitten en kan eten. Dus we gaan maar even een beetje koekeloeren waar het kan. Ja, hier beneden is nog een food hall. Ja, misschien hier beneden inderdaad. We gaan het wel even checken. Maar kijk, hier heb je ook nog iets. Check hoe dit eruit ziet dan. Wow, een soort van spons of zo. Kijk dan. Het ziet er ook wel lekker uit hoor. Gewoon te perfect ook gewoon weer dit. Niet normaal, gewoon een kunstwerk. Wow. Zo. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Kijk eens even. Volgens mij echt helemaal verkeerd open, maar... Oh. Maar het is zo warm man. Stoom komt er gewoon uit. Zo, kijk dan, dat logootje ook erop, hè. Oh my, kijk nou. Dit is echt zo jiggly. Please, laat het lekker zijn, please. Ik hoop het zo. Het ruikt wel lekker, moet ik zeggen. Oh, schud hem eens even een beetje heen en weer. Nee. Lekker, man. Jeetje, Mina. Kijk dan, dames en heren, als die tafel wat heen en weer gaat, kijk dan. Dat is echt niet normaal. Oh. Maar waar smaakt dat naar? Ja, ik heb geen idee. Daar gaan we nu achter komen. Het is cheesecake. Ik wil kaas. Ik wil kaas. Als het goed is het cheesecake. Nou, aan jou de eer. De eerste hap. Ja? Ja, zeker. Wow, het is gewoon als een mes door de boter. Je hoeft helemaal geen... maar het is misschien ook een Japans mes, hè? Misschien, ja. Altijd extra goed. Misschien komt hier die uitspraak eigenlijk stiekem wel vandaan. Oh, kijk nou. Wow, hij valt gewoon om. Kijk hoe luchtig de binnenkant is. Zoals dit is jiggly. Ik ben zo benieuwd. Oké, ik heb iets in mijn hoofd en moet je even je oren dicht doen, oké? Ga ik even zeggen waar het naar smaakt. Oké, ik vind het dus echt smaken naar luchtig omelet. Ik ben heel benieuwd of Enzo dat ook gaat zeggen. We kunnen weer. Ja? Ja, ik heb gezegd waar ik het naar vind smaken. Dus ik ben heel benieuwd of jij exact hetzelfde hebt, maar het is wel super airy. Ik ben zo benieuwd, maar vind je het lekker? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, zeker. Ja, het is gewoon lekker, heel... Of is het echt zoiets van, wow, dit ga ik missen? Dat is een goede vraag. Ja, kijk, ik vind het bijvoorbeeld een beetje te groot voor een dessert of zo. Dus ja, ik zou niet weten... Ja, precies. Maar ik vind hem wel lekker. Ik denk zeker met wat chocoladesaus of zo. Ik zag ook helemaal niet dat je een puntje kon halen. Nee, het is gewoon all-in. Dus ik weet ook niet hoe je dit eet. Wanneer je dit eet of... Oh. Ja, dat, oh my dat snijdt God. Goed, hè? Het valt gewoon uit elkaar, joh. Het ruikt heel goed. Wauw. Luchtig, hè? Wauw, nee, maar dit is food porn. Ja, het is wel echt super gemaakt. Mm.
Maar dit is echt heel lekker. Het is goed, hè? Die rozijnen op de bodem hadden niet gehoeven. Oh ja, die heb ik nog niet geprobeerd. Ja, ik vind rozijnen op zich wel lekker, dus het is gewoon een goede smaak erbij. Maar Maimer gaat het sowieso niet lekker vinden, die rozijnen. Maar waar smaakt het? Nou, als je het zou moeten omschrijven, Annie, met Amnesia, hoe zou je het omschrijven? Ik heb namelijk iets gezegd en ik ben heel benieuwd of jij dat ook. Een klein beetje eierkoek. Oké. Okay. En ja, om echt goed antwoord te geven, moet ik nog wel even een hapje nemen, denk ik. We gaan er wel snel doorheen, ja. Ja, maar het is ook totaal niet zwaar op de maag. Het is echt alsof je gewoon stukjes lucht aan het eten bent. Het is een mix van eierkoek en... misschien moet ik nog probeer nog even één keer, ja precies. Even om echt een goed oordeel te kunnen geven. Het is 17:30 s'avonds, we gaan straks dineren, maar... Eierkoek en cake. Oké. Okay. Van die boerencake. Ah. Oh, ja. Dat is lekker. Want hij is wel een beetje zoet. Ja, het is gewoon de juiste dosering van alles. Ja, weet je wat ik zei? Ik ben benieuwd of je daarin kan vinden. Nou? Een luchtig omelet. Alsof die helemaal opgeknapt is. Het is een eitje, maar het is inderdaad een beetje zacht cakeig. Maar het is echt alsof die gewoon helemaal opgeklopt is. En dat je dan gewoon zo'n luchtig stukje in. Ja, ik ga nu ook met rozijnen. Die hoort met die. Dat is echt zo'n mindfuck in één keer. Hè? Kan ik toveren? Yo, dit is niet normaal. Dit is echt serieus top 3 eten in Japan. Ja, sowieso. Maar het is zo lekker luchtig. Het voelt niet alsof je nou echt iets heel veel, alsof je veel hebt gegeten. Nee. Het is echt alsof je gewoon een stukje lucht... Ik heb zin om hem zo met mijn hand beet te pakken en dan zo in mijn gezicht te douwen. Maar gewoon geen eens zozeer alleen in mijn mond, ook in mijn gezicht. Ja, gewoon algemeen. De wangetjes. Dit is niet normaal, Wouter. Het is echt heel lekker. Maar het is, ja, ik vind het echt meer een beetje een soort van een eitje. Eitje? Een eitje. Dit is toch juist gewoon jouw grootste vijand, of niet? Omdat het lactose is, of niet? Ja, lactose. Lactose, ja. Ja, jammer genoeg wel. Zou ik het heel graag doen. Ja. Je mag er wel aanzetten als je wilt. Even zo. Hier, jiggle mee. Ja, doe even dit zo. En die scène van al die posten. Een soort van vampier die daglicht zo aanraakt, zo. Ja, dit is ik vind die rozijnen best lekker. Ja, super lekker. Ja. Het ruikt ook echt. Maar nogmaals, ik weet niet. Ja, ik denk voor lunch of zo dat je dit eet. Ontbijt. Ontbijt. Een hele goeie. Ja, ik zou dit als ontbijt eten. En dan ze hebben ook volgens mij wat maple syrup en zo. En dat was zo. Dat zou wel een goede toevoeging zijn hoor, Wouter. Een beetje maple syrup. Ja. Maar weet je, ik verbaas me. Ik vind het op zich ook helemaal nog niet zo duur. Nee. Het was nog geen 1000 yen. Nee. Het was 965 yen. Dus ik denk iets van 5,70 euro zoiets. Ja. 6,10 euro of zo? Ja, kijk, rond de 6 euro. Dat is natuurlijk ook voor bestek betalen. Het was 6,29. Met twee keer mes en vork erbij. Ja. Nou. En per mes en vork was het 10 yen. Ja. Dus 40 yen eraf. Ik denk ongeveer 6 euro. Ja, super lekker. Je kan dit niet kopen in Nederland voor 6 euro. Nee, dit is echt niet normaal. Echt, het ziet er wel een beetje uit als die bakker die we hebben in Nederland. Weet je, Bakker Bart. Ja. Maar dit is niet normaal. Dit is echt... ik leg de camera weg. Ik ga mijn gezicht erin duwen. Nee. Nee, ik ga er even een stukje snijden en eten. Dus... Dit is zo mooi, dames en heren. We zijn hier op B2 om heel eventjes... Oh, jeuk aan mijn neus. Om heel eventjes wat lekkers te gaan halen. Moet je kijken wat ik tegenkom. Het is zo mooi. Kijk wie daar in de rij staat. Dat is Yoshi. Met van die sterbakjes. Daar zit die popcorn in. Die komen dus net van Universal Studios. Zo geniaal. Oké, Marvin is er weer bij. Lekker dutje gedaan. Heerlijk. Helemaal opgefrist. Ja. Nice. Oké, dan is het tijd om te gaan eten. Het is nu 7 uur. Als het goed is zijn ze nog een uurtje open hier beneden. En ik heb wel echt lekkere dingetjes gezien hoor. Dus alles wat je hier hebt beneden kan je bestellen. En dan gewoon eten waar je wil. Bij welke tafel. Dus we gaan even een rondje lopen. En dan gaan we echt wat lekkers uitzoeken voor de laatste dag in Japan, dames en heren. Waar had jij het lekkerste gerecht gegeten wat je al hier had gegeten? Ja, jij moet sowieso die cake nog proberen. Ik liep daar net langs, ik stuurde jou een foto. Oh, zo goed, hè? Die zouden voor mij meenemen. Ja, hebben we gedaan. Oh. Die heeft Wouter. Oh. Maar kijk dit, schat. Vind jij dit er lekker uitzien of mag je dit niet hebben? Dit is allemaal te rood, trouwens, of niet? Vlees. Maar dit is kip, denk ik. Dan mag ik het wel. Ja, want dit ziet er wel goed uit, hoor. Kijk dan. Zo. Dit ziet er... Oh, het is ook wel... prijzig vleesje. 15 euro voor deze 5 stukjes. Oh, yo. Maar ja, dit is gewoon het hoogkwaliteit Japanse shit, jongen. Damn. Kijk dan, al dat vlees. Ongelooflijk. Ja, dit ziet... Kijk dit ook dan. Ik heb wel zin in noedels.
noedeltjes hoor. Noedeltjes? Ja, die plek weet ik. Daar verderop hebben we zo'n kip, zag ik. Dus kijk hoe dit eruit ziet, schat. Ja. Zo, wat een kanonskogels dit. Niet normaal. Ja, we gaan sowieso lekker eten hier. Helaas, dames en heren, wat ik wilde bestellen is uitverkocht. Dat is namelijk deze box. Die je hier ziet, dat leek me zo ongelooflijk lekker. Maar nu heb ik bij deze toko iets anders besteld. En dat is nummer 4. Dat is deze. Dat is Special Selected Filet Pork Cutlet Chateaubriand. Ik heb geen idee. Oh, gaat die wijn af? Hoi, joh. Wat de timing. Oh, fijn hoor. Ah. Zo, verdomme hé. Wauw. Arigato. Zo. Kijk hoe dit eruit ziet. Het lijkt echt bijna gewoon van een plaatje. Oh my god. Wow. Ik dacht dat ik er 1 kreeg. Wat is zout. Wow, yo, ja, op zo'n plankje ook gewoon echt. Het is echt fancy hier, hoor. Ja, we zitten gewoon in een eetschuur. Ja. Ja, het zijn allemaal van die eettentjes hier bij elkaar. En hoe leuk is het dan? We hebben serieus door de hele verdieping heen hebben we op verschillende plekken wat besteld. Maisha, Wouter, Marjan en ik hebben allemaal bij een andere tent wat gekocht. Het ziet er allemaal zo goed uit. En het smaakt ook heerlijk. Ja? Ja, het is echt, het is echt een schattige box ook die je daar hebt. Ziet er echt cute uit. Jij hebt gewoon lekkere sushi, man. Ja, en de kip komt er nog aan. Heb jij zalm? Ja. Wow, ja, dat is moeilijk te vinden in Japan. Heel veel van die zaken hebben dus gewoon helemaal geen zalm meer. Maak je nu een grap? Nee, dat is echt waar. Is dat echt zo? Ja, ja. Nee, maar zalm... Ja, maar dat leeft hier niet. Dat komt allemaal uit Noorwegen. Daar heb je de grootste zalm-exporteur. Maar wat voor vis hebben ze dan op sushi hier? Ja, tonijn. Tonijn heel veel. Alleen maar tonijn. Dan heb je allemaal verschillende soorten. Je hebt gewoon 8 verschillende soorten tonijn. Wow. Die vismarkt toen, nou ja. Bizar. Had je heel veel soorten. En wat heb jij, schatje? Lekkere noedels. Oeh, lekker slurpen. Geluid erbij maken. Eitje erbij. Ramen-noedels. En die eitje mag jij wel hebben, als je wil. Ja, die had ik de vorige keer, maar die vond ik een beetje raar smaken. Die heeft heel lang geweekt of zo daarin. Ja, hij is wel zacht van binnen. Dat is waar. Nou, ik ga hier even lekker van genieten. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd. Ik was nog nooit meer ready geweest dan eerst ook die jiggly cake. Zo. En dan nu dit. Ja, die kun je lekker straks eten als toetje. Oeh, dat gaan wij ook weer doen, hè? Sowieso. Even denken. Ja. Ik heb verder niks om in te deppen of zo. Ja. Waar is dit voor, denk je? Ik dacht ook voor een soort van... Ja, sausje. Wil je wat soja voor mij? Je kan ook voor mij pakken. Ik ga eigenlijk gewoon even vragen. Misschien hebben zij speciaal of zo. Ik weet helemaal niet wat het is. Wauw. Een zoet. Het ruikt naar cola. Oh. Cola snoepjes. Het ruikt naar cola snoepjes. Ruikt zo, dat is sterk. Het ruikt echt naar cola snoepjes. Inderdaad! Wil ik ook ruiken. Nou. Heel gek. Ja. Maar wat zal het zijn? Nou, bijna een beetje richting barbecue saus ook voor mijn gevoel. Ja, wel lekker. We gaan het gewoon doen, dames en heren. Dip it, flip it, nip it. And if it's tasty, never skip it. Hupsa! Is het warm? Is het lekker? Ja. Het is super mals. Is ook nog een beetje crispy? Mm. Valt de buitenkant mee? De buitenkant valt mee. Het is een beetje nattig. Maar ik wil even die saus even goed. Ik ben wel een echte sausman. Dip it, lick it en don't skip it. Lekker? It's good shit. Nice. Ja, ik vind het nice. Ik vind het lekker. Ik ga nog wel even die saus opzoeken. Ik ben heel benieuwd. Maar die is ook lekker. Oh, en dan hebben we straks dit. Oh, dit is ook warm. Maar hoe eet je dit? Wow. Gewoon in één keer in je mickey. Ik weet niet hoe je dit eet. Moet je dit ervan afhalen, denk je? Ja, denk het wel. Sowieso. Plastic niet eten. Daar ga ik ook meteen een hap van nemen. Maar volgens mij is dit gewoon hetzelfde als dit, maar dan... Ja, in rijst met zeewier. Dus ik heb volgens mij gewoon 6 keer hetzelfde besteld. Maar als het lekker is. Ja, inderdaad. Dan waarom niet? Dat zeewier vind ik eigenlijk alleen nooit zo lekker. Maar goed, dat hoort erbij. Oeh, dat ruik je ook heel sterk. Ja, daar gaan we. Ik zie minder blije gezichten, ja precies. Nou, het ruikt niet lekker, maar het smaakt wel lekker. Heb je dat wel eens gehad? Zeker. Ik moet er even aan wennen. Ik ga het sowieso opeten, maar deze geef ik sowieso een 10. Oh, ja, 10? Echt, ja, good shit. Ja. Jij hebt echt de avond van je leven volgens zo, mij. Dat is niet normaal, joh. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. Jullie ook, eet smakelijk. Dankjewel, ga ik zeker doen. Oké, let op hoe in één keer iedereen naar de zijkant gaat. Check dan, er moet gewoon een ambulance, er moet gewoon hier langs. Zo druk hier en in één keer ambulance. Zo mooi om te zien. En let
top, iedereen weer door. Respect, joh. Echt bizar, hè? Ik heb nog nooit zoveel mensen in één keer opzij zien gaan voor een ambulance. Echt zo nice. Ja, echt gewoon instant. Iedereen ruimte. Ja. En ook daarna als die ambulance voorbij is, iedereen weer bij elkaar. Ja, het is ook wel echt heel druk vanavond. Maar dat is alleen maar gezellig. Hoe lang moeten we nog ongeveer? Zal ik eens even kijken. Ongeveer 300 meter. Ongeveer 300 meter. Dus we moeten nog een klein stukje in deze drukte lopen. En dan gaan we kijken of we nog een paar laatste leuke dingetjes kunnen meenemen voor wat mensen thuis. En om deze reden is het zo druk, dames en heren. Dit is een beetje de Times Square van Japan, van de Osaka hier. Gekkenhuis weer. Echt een gekkenhuis. Deze Don Quixote, als ik het goed zeg, hè, want het blijkt een andere uitspraak te zijn dan dat wij vaker hebben gezegd. Maar deze is zo chaotisch. Het is echt bizar. Er zit hier zelfs dus ook een reuzenrad boven. Hè. Het zijn van die balletjes die ze ronddraaien. Volgens mij kan je het niet zo heel goed zien. Maar het is hier zo chaotisch druk, omdat ja, hier dus al die billboards zijn. Het is echt een mega drukke plek op dit moment. Je hebt nog een andere Don Quixote. Ik denk dat we daar even heen gaan. Ik denk dat dat iets chiller is. Daar verderop zijn alle billboards. Ook echt gewoon een vet plaatje van deze afstand. Alleen hier heb je dus weer een Don Quixote. Echt niet normaal. Je hebt er zoveel hier. Dus hopelijk is die wat rustiger en kunnen we hier gewoon even lekker een beetje rondslenteren en koekeloeren. Oké, deze Don Quixote is ook groot. 7 verdiepingen. Ik heb stickers. Je hebt hier zoveel vette stickers. Dat is echt niet normaal. En die ga ik dan allemaal plakken op mijn laptop bijvoorbeeld. Ik heb er 12 stuks in totaal. Allemaal van Chin Chen. Geniaal. Ik heb naar mijn mening de vetste uitgekozen. En deze ga ik allemaal gewoon, allemaal onder andere plakken op mijn laptop. Kijk hoe nice. 12 stickers. Alles thuis ga ik eronder plakken. De koelkast, de stoelen. Nee, voornamelijk de laptop of misschien eentje keer op een camera of zo. Vind ik wel lachen. Geniaal. Blij mee. Kijk wat ze hier hebben, dames en heren. Allemaal kleine krabbetjes of zo. Eten mensen dit gewoon zo als snack? Er zit gewoon alles nog aan. Bootjes, noem maar op. What? Dit is zo super relaxed, mensen. We hadden nog een paar duizend yen op onze Suica-kaart staan. Dat is dus die OV-chipkaart hier, wat ik jullie zei. En je kan serieus bij de Don Quixote kan je gewoon betalen met je Suica-kaart. Dus dat is zo super chill. Want dan hebben we zeg maar alles opgemaakt op die kaart zonder dat je wat over hebt. Dus schatje, wat heb je nog even gehaald met je laatste paar duizend yen? Appel en aardbeien. Hé, hey, lekker hoor. Ja, fijn. Ja, zo nice. Smikkelen. Nou, ik heb een paar Chin Chen dingetjes gehaald. Ja. Ook leuk. Ik heb hier nog iets in mijn handen wat Wouter gisteren had gekocht bij de Harry Potter store. Dat was zo'n chocoladekikker. Dus die ga ik nu eventjes aan hem geven. Wouter, special order for you. Voor mij? Kom maar aan. Ja, dit is de chocoladekikker. Let's go. Maar ik heb nog iets voor jou. Nog iets? Ja, kom maar even. Is dit een valstuk? Nee. Kom even in onze kamer. Kom maar even. Oh, jullie hebben een kapstok. Wat fancy. Jullie niet? Nee. Oh. Tenminste, hebben wij een kapstok? Ik heb geen idee. Ja, ik weet het. Even kijken. Anyways, we weten dat jij niet zo van shoppen houdt. Ja. Dus daarom hebben wij dat even voor jou gedaan. Oh nee. We hebben een mooi shirtje voor je gekocht. En zo heeft hem ook. Oh my god. Twinning is winning. Dan hebben we dezelfde. Die vind ik wel tof. Shibuya. Dankjewel jongens. Mooie aandenker. Een soort van designer shirt. Een soort van Supreme, maar dan net niet, ja, zeg maar. Nou, dankjewel. Leuke aandenker. Hey, ik heb hem ook, hè. Dus twinning is winning. Precies. Dus als we een keer een potje padel gaan doen, dan doen we deze. Dan doen we die met z'n tweeën aan. Jullie padel shirt van ja, echt, hè. Team shirt. Wij zijn team Shibuya. Ja, niet vergeten. Dat is best wel vet, ja. Ja, want ik wil echt gewoon een keer met jou meedoen aan zo'n toernooi. Dat lijkt me vet. Ja. Gaan we gewoon doen. En dan 1, 2, 3, team Shibuya. Ja, jij hebt die Osaka tas. Ja, klopt. En ik heb een Tokyo hoodie ook nog. Nou, ja, daar kom ik ook opeens achter. En dan de Shibuya shirt. Ja. We winnen easy. Gaan we doen. Laatste avondje, jongens. Ja, slaap lekker. Slaap morgen lekker. Een lange reis. Echt, hè? Damn, dat moet je er maar voor over hebben dan, hè? Ja, we kunnen hier blijven. Ja, kan ook. Ja. We kunnen ook hier bevallen uiteindelijk. Nee, dat lijkt me niet zo. Er staat wel een paspoort, heel cool. Dat is wel nice. Dan heb je 2 paspoorten. Nee, dank je. Oké, slaap lekker. Dankjewel, jongens. Tot morgen. Ciao, ciao. Oké, dan kan je nog lekker dat cakeje proberen, schat. Oh ja. Ik weet niet of je daar nog zin in hebt, maar... moet sowieso even één hapje proberen. Hapje, inderdaad. Niet heel veel. Ik heb wel zin in die aardbeien die we gehaald hebben. Oeh, lekker. Lekker dessert. Zo, gaat gebeuren of niet dan? Ja, we gaan eens even kijken hoe zwaar die koffer is.
Ja, deze is sowieso veel te zwaar. Zullen we allebei een gok doen? Maar het komt ook door jouw Pokémon pakjes allemaal. Ach, dat is zo'n onzin. Hier zit alleen maar kleding in. Er zit helemaal niks anders in. En een paar van jouw Pokémon dingen. Ja, maar een paar Pokémon pakjes, dat is niet zo zwaar hoor. Nou, zeker al 5 kilo. Oké, ik denk, want je mag 32 kilo mee per koffer. Ja. Ik denk dat hier 40 kilo in zit. Nee joh. Ja, ik ben heel fanatiek. Ik denk dat we wel richting die 32 zitten. Ja? Nou, doe eens een goed getal. 33,5. Met één arm op tillen lukt niet eens, hè? Je moet hem eronder door doen. Oh, moet hij... Oh, ja. Ik dacht al, wat ziek dat je met alleen dit zo... Dat nee, je moet het zo als een bandje doen en dan daarboven vastmaken. Ja, zo. Oh. Hier, ga maar op het bed staan. Dan kan je makkelijker tillen. Oh my god. Ja, klaar voor? Ja. Wat? Is dat kan niet. Hoe zwaar is die? 23. Hoppa. Is dat echt zo? Is het ongeveer een schijf in de sportschool? Ja. Schatje, we hebben ja, 23. Nog... Nou, super. Kunnen we nog 8 erbij gooien? Nee, hoeveel? 9. Ja. Maar die andere is zwaarder, want daar zit ons toilettas en zo in. Dus die gaat sowieso zwaarder worden. Maar deze is in ieder geval klaar. Ja, ingepakt en wel. Ik moest erop liggen om hem dicht te krijgen. Dat klopt wel, inderdaad. Oké, nou gaan we die andere ook even vullen. Ja, en dan gaan we die ook maar even wegen. We willen alles zo ver ingepakt hebben vanavond. Dat we morgen alleen maar één koffer nog dicht hoeven te ritsen. En dan weg. Want we moeten echt zo lang mogelijk slapen. Dat zou echt top zijn. Ja. Ja. Het is tijd voor de cake, of niet? Het is zeker tijd voor de cake, hè? Kijk eens aan, schatje, wat ik hier voor jou heb. Ik ben echt benieuwd wat ik daarvan vind. Ik moet zeggen, ik denk echt wel dat er een verschil in zit tussen vers eten en nu een paar uur later. Dat zei Wouter ook, hij zei, we hadden hem wel echt lekker warm. Meteen uit de oven, ja. Wauw. Ja. Wel heel luchtig. Ik proef niet echt iets. Nee? Ik proef lucht. Smaakt naar lucht. Wel lekker, maar heel luchtig. Heeft niet echt smaak. Vind je wel? Ja, vind ik wel. Zie je wel wat op de bodem zit. Oh, rozijnen? Ja. Daar heb ik er geen eentje van gehad. Nee, gelukkig niet, nee. Het is wel echt lekker, maar het is een soort van boerencake. Die we in Nederland hebben, weet je dan welke ik bedoel? Die gele cake die je zo aansnijdt. Ja. Maar dan veel luchtiger. Alsof je een toetje eet. Toevallig boerencake gemixt met nog iets anders. Wat zit er nog meer in? Nee, gewoon, vraag je. Want het is ja, dus ei, toch? Dus boerencake gemixt met... Ei. Als het in boerencake zit ook ei. Ja, maar weet je wat echt het bizarre is? Ik zei namelijk van, wow, dit smaakt naar boerencake. Zei je dat echt? Ja. Niet? Ja, serieus. Normaal. Ja, dat zei ik. Gemixt met rozijnen. Nee, gemixt met ei en toen zei ik nog wat. Weet ik veel. Het is wel lekker, blijf wel dooreten. Geen moeder, maar... Vader. Nee, die is er niet geweest. Geen moeder, maar... Hij... Kip. Nee. Ik weet het niet, schat. Geen moeder, maar... Hij. Wat hebben we net nog gegeten, die kleine dingetjes? Druif. Nee. Koekjes. Ja. Een moederkoek. Geen moeder, maar... Boerencake gemixt met... Hij en koek. Nee. Jongen, jij bent hier zo slecht in. Ik snap niks van jouw raadsels. Ja. Of ik ben slecht in het oplossen van raadsels. Je zei het bijna. Wat zei je nou als laatst? Wat zei je als laatst? Ik weet het niet. Wat zei je zei als laatste twee woorden? Moederkoek. Nee. Zee woord. Nee, wat zei je als laatste weet nou? Weet ik niet meer. Schatje, kom op. Denk nou na. Ik heb geen idee welke kant ik op moet denken. Boerencake gemixt met ei en koek. Ik weet het niet. En wat krijg je dan als je dat goed samenvoegt? Koek en ei. Nee, die laatste twee woorden voegde je samen. Welke twee? Koek en ei? Nee. Ja, ja, ja. Die ja. Ja. Eierkoek. Ja. Wow, eindelijk. Ja, eierkoek smaakt het ook wel een beetje. Je zei boerencake gemixt met ei en koek. Eierkoek.
Eierkoek, dat ken je toch? Ja, dat ken ik zeker. Dat is wel lekker. Oh, ik heb gewoon last van mijn schedel. Ik kan het lachen, ik moet helemaal aan het huilen. Ja, dat was wel een moeilijke raad, moet ik zeggen. Vond ik niet. De laatste twee woorden, terwijl ik echt al de hele tijd aan het lachen was. Alsof ik heel makkelijk reverse kan doen. Oh. Ja, sneren. Dit was lachen, zeg. Neem jij ook eens een hapje dan? Ik ben benieuwd wat jij er nu van vindt, nu het koud is. Oh, zullen we vaker raadsels doen? Nee, niet als jij ze bedenkt. Oké, goed. Oh, ik vind het zo echt... Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jij bent zo gemeen. Ik deed dat niet expres. Ik wil gewoon Oh, nee, schatje. Jij vindt rozijnen wel lekker. Joi, dat je dat zomaar... Ja, schatje. Kom op. Wauw. Ook lekker nu, die koud is? Zeker lekker, maar toen hij warm was, was hij echt veel lekkerder. Ja, maar ik vind hem nu ook lekkerder. Het vult niet, inderdaad. Je kan echt zo'n heel ding opeten. Nou. Nou. Zou het niet doen, hoor. Nee? Nee, ik denk dat er wel 50 eieren in zitten. 50 eieren. Dames en heren, het is nu 11:30. Wij gaan lekker slapen. Morgen om, ik denk 7:30 de wekker. Oh nee, we gaan 7:15 weg. 7:15 de wekker. 7:15 de wekker. Ik denk dat dat een mooie tijd is. 7:45 hier weg. 8:30 vliegveld. 11:00 vliegen. Dat is ongeveer een beetje de planning. Ja, 8:30 vliegveld is wel vroeg. Maar dan hebben we het dan in ieder geval gehad. Ja, precies. Als je dan door de douane bent, dan kan je gewoon chillen. Precies. Dus. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Check jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace.